Er waren hittegolven, er waren natuurrampen, oogsten mislukten, bosbranden en nog meer bosbranden. Maar ook hagelstenen ter grootte van een golfbal. Waar had iedereen het over? Precies. BNB vol liefde. Of BNB vol liefde. Bij BNN Varen dachten we, wat zij kunnen, kunnen wij ook. Dus hier is ja, schijnbaar een aflevering van... Spijkers vol liefde. Hmm. Hallo, wie heb ik... Hallo, ik ben Veronique. Hallo Veronique, ja, voor mij is dit item ook nieuw. Wat kom je doen? Ik ben je date, Dolf. Mijn Zalig. Date? Ja. Ja, dat is op zich, maar gaat er even iets mis, want ik heb al een vriendin, dat is allemaal... Oké, nou ja, dat geeft niks. Leuk om je soort op je werk te ontmoeten dan, toch? Mm, ja, duidelijk. Ja, eerste indruk. Niet heel leuk, eerlijk gezegd. Hij was de hele tijd bezig met zijn werk. Meteen in de eerste minuut al begon hij over zijn vriendin. Ja, denk ik van ja, ik ben hier nu, weet je. Ja, vind ik echt een afknapper persoonlijk. Maar goed, ja, verder eerste indruk. Ogen. Hij heeft ogen. Nou, dat vind ik persoonlijk al wel echt wel een hallo, pre. Hallo. Veronique, wat is dit? Tegen wie praat je? Wij zitten in een gesprek, toch? Ja, zeker. Zeker. We zitten nog in het gesprek. Ja, ja. Ja, wat ik ook wel echt jammer vond, was dat hij zich niet echt ingelezen leek te hebben in datingprogramma's. Hè? Want dan had hij gewoon geweten dat het interview achteraf is dit, dat er doorheen gesneden wordt. Ja, en dan heb ik gewoon het gevoel dat we elkaar ook echt niet gaan begrijpen. Nou, ik begrijp het nu al niet meer. Ik weet ook niet of ik dit zo'n heel goed idee vond. Spijkers vol liefde, hebben we zo hard het geld nodig? Ja, terwijl de chemie tussen de net aangekomen Veronique en de radiopresentator Dolf nog niet helemaal van de grond komt, kan de linkse oude dunne rockstengel Dolf het in ieder geval niet laten om alweer over geldstromen na te denken. Wauw, ook nog een voice-over. Kosten of moeite zijn gespaard. En terwijl de 60-jarige hardlopende zeewier Pees even moet wennen aan de situatie die nu in Spijkers vol liefde ontstaan is, probeert Veronique een opening te vinden. Hé, hey, Dolf, mag ik jou wat vragen? Heb je wel eens een vegan tantra-sessie meegemaakt? Sorry, een vegan wat? Een vegan tantra-sessie. Ja, dat ik dat dan twee keer moet uitleggen, ja, vind ik op zich niet erg. Maar ja, ik had ook het idee dat hij gewoon echt met zijn hoofd bij andere dingen bezig was. Ja, ik ben bezig met een radioprogramma maken. Straks in Spijkers vol liefde horen we hoe de tweede kandidaat, Sylvia, Dolf verrast op zijn werkplek. Tijdens een van zijn shows. Godverdomme, ik ben nog nooit in een buurthuis geweest. Wat nou, zo hier, joh. Oh, kijk, die mensen zijn net zo oud als meubilair. Hé, hey, Dolf, ben jij dat? Ja. Leef je nog, zou ik zeggen. Hoi, Dolf. Mijn god, krijgen we dit ook nog? Maar nu horen we eerst hoe zich al een derde nieuwe single aan tafel meldt. Hi, ik ben Marianne. Hi. Oké, er komt er nu nog één bij. Ik ben echt los nu, hoor. Ja. Ja, ik vond het persoonlijk niet heel leuk. Gewoon dat ik kom aan en zegt alweer nu alweer nog één. Ja, vind ik niet leuk. Vind ik echt heel flauw eigenlijk, gewoon eerlijk gezegd. Ja, toen schoof Marianne alweer aan. Ja. En we hadden eigenlijk nog maar heel weinig tijd met z'n tweeën gehad. Hè? Helemaal omdat er ook de hele tijd 100 mensen meekeken op onze date, weet je wel. En Willemijn zat er de hele tijd dicht met haar neus bovenop. Ja, vind ik gewoon jammer. Terwijl Dolle wordt overmand door emoties, heeft Veronique besloten gewoon even heel eerlijk te zijn. Hé, Dolf, ik moet even heel eerlijk met je zijn. Ja, ik ook. We moeten dit gaan stoppen. Ik weet gewoon niet wat ik aan het doen. Ja, dat hij niet even de tijd nam om gewoon even met mij een gesprekje te hebben. Na alles wat we al hadden meegemaakt. Ja, dat vind ik echt een klap in het gezicht, zeg maar. Ja, dat gesprekje. Ja, dat wil ik ook wel natuurlijk. Maar ja, ik ga daar niet meteen om vragen. Ik heb hier dus helemaal geen vat meer op. Het is gewoon mijn programma dit, hè. Ja, dit is gewoon... Nou, en van Willemijn, toch? Ja. Ja, dat vond ik dan zo stom dat Dolf dan in dat hele programma ineens claimt. Terwijl, ja, dit is gewoon in duo met haar, hè? En zo verliest de vroegrijpe radiopresentator steeds meer grip op zijn eigen programma. En dat stemt hem niet vrolijk. Nee, en daarom moet dit ook stoppen. En hoewel Dolf wil dat dit stopt, zal dit programma nog enkele jaren doorlopen. Omdat Nederlanders anders niks hebben om over te praten bij de koffieautomaat. Dus luister volgende week verder naar Spijkers vol liefde. Waarin we horen hoe ook de eerste kandidaten voor Willemijn arriveren. Ja, kijk, ik snap natuurlijk heel goed dat ze mij een lekker ding vindt. Maar ja, liefde moet natuurlijk wel van twee kanten komen. En hoe Dolf letterlijk en figuurlijk in zijn hemd staat. Tot volgende week in Spijkers vol liefde. NPO Radio 2.